Nou, dit is de draaimolen, dit is de zweefmolen. Ik denk dat ik hier even wat bielzen moet neerleggen voor de verstevering, want hij is een beetje wankel. Vandaag gaan we tussen de regenbuien door, gaan we knutselen met wat ijzers. Laatst heb ik jullie natuurlijk de schommel laten zien, de XXL schommel. Ik zei toen al, met die ijzerwaar kan je nog veel meer met die stijgerpijpen. Dus ik heb hier wel een stijgerpijpen. En wat gaan we daarvan maken, lieve schat? Inderdaad, een zweefmolen. Ik ga het jullie laten zien. Ik krijg de kans om niet eens om wat te zeggen. Maar goed, maakt niet uit. Spannend. Kijk, ik heb hier een model gemaakt. Mooi, hè? Zeg eens even, wat voor model? Dit is de zweefmolen. Zie je dat niet? Nee. Nou, de kijkers vinden het wel duidelijk. Dit is de zweefmolen. We maken dus een kruis op de grond. We zetten dus één paal recht overeind. Die zetten we dan met stukjes zetten we die vast. We zetten één paal in het midden, een lange. Daar zetten we dan weer één koppelstuk tussen met twee van die paal. Duidelijk toch? Ja, ja. De Maleisiebaan te kijken. Ja, ja. Jullie snappen het wel. En dan gaat het dan draaien. Dan maken we stoeltjes aan. Wordt lachen. Ja. Okay. We gaan beginnen. Grappig. Aanspannend. Waar gaan we hem opbouwen? 4x4 wordt hij. Hier gaat het niet, daar gaat het niet, dus we moeten toch even alles opzij gaan zetten. En natuurlijk hebben we weer koppelstukjes nodig. Zo. En nu is het een kwestie van de juiste koppelstukjes eruit halen. We pakken twee T-splitsingen. Die doen we op de 4 meter buis. Zo. En die zetten we in het midden vast. Nou, opa Koet. Opa is vroeger metselaar geweest. En die heeft natuurlijk flink stijgers gebouwd. Denk je dat dit een succes gaat worden? Nee. Moet ik alleen even het midden uitmeten? Het is een 2 meter plaats. Ja, schat. Oh. Meten is... Meten. Juist. Hop. Hop. Eigenlijk één probleem. Ik kom dus eigenlijk twee keer met 2 meter buis te kort. Dus ik ga dat oplossen met 2 1 meter buisjes. Ik weet niet of het gaat werken, maar dat gaan we dadelijk zien. Testen. Ja, inderdaad. Dat testen we even uit. Dus dan had ik zo gedacht, als grondslag, zo, zo, vastschroeven maar. Ik kan mezelf voor de kop slaan, oh, laten we maar dit niet doen. Deze had ik bedacht ertussen, en dan één omhoog, zo had ik het bedacht. Ja, dan weet ik het niet. Kijk dan, deze is zo mooi, hij staat niet helemaal in het midden, maar dat moet wel te doen zijn. En vast, tenminste. He? Ja, kom maar goed. Hey, dan zetten we die 3 meter pijp die even de lucht in. Ik heb alle vertrouwen in jou, schat. Er moet ook nog koppeling erbij. Hij wordt niet zo hoog, maar deze wil ik dus niet door midden snijden. Want ik krijg deze dus nooit meer in de auto. Die heb ik hier laten afleveren. En ja, die moet hier op het trein blijven. Want als die mijn tuin uithaal meeneemt op de auto, dat gaat dus niet. Dus eigenlijk zou die 2 meter moeten, maar ik laat hem 3 meter. Maar ik kan er wel een vlaggenmast van maken. Deze eronder. Zat hij weg? Zat hij weg? Ja, dat is twee. Nou, zat hij weg. Ah, begint ergens te lijken, hè, schat. Hetzelfde doen we hier. Dat dacht ik. Over die kleintjes en dan dat blijft hij wel staan, denk ik, hè. Dan gaan we de palen erin gooien. En dan hoop ik dat hij gaat draaien. Maar nu is hij natuurlijk bezig met een bielige hamer. Nou. We hebben zo eentje gepakt, eens kijken of dat beter werkt. Dat je beter kan aanslaan. Mijn vader metselaar was. Ja? Die was ook stratenmaker. Die was beunhaas, die was alles tegelijk. Die man had zwart gewerkt in zijn leven. Ja. Dan heb ik jou daar. Als de staat daar nu nog geld van moet krijgen, jongens, is hij meteen failliet. Dat is van mijn vader geweest, hamertje. Ja, hier schat, pak die ernaast. Kijk of het beter gaat, dan kan je meer kracht zetten. Juist. Ja, maar dit is wel een rubberhamer, dan blijven die pijpen ook wel mooier. En hier sla je wel schade mee, daarom heb ik deze. Ja joh, tuurlijk. Maar dat is wel makkelijker in de kleine ruimtes. Juist. Even alles natuurlijk goed vastzetten. Want je wil niet dat het uit elkaar valt terwijl je aan het draaien bent. Want als je een stuk ijzer te hoog krijgt, dat doet best zeer. Dat dacht ik.
Voor mijn idee gaat het ook beter dat hamer, even die hamer. Ja, maar ik ga je krassen op mijn... Oh ja, precies. Dan haal je nu hè, dat sleutel. Ik ben zadig met mijn spullen. Zoals ik zei, de meeste mensen hier op YouTube en in het dagelijkse leven die Ruben kennen, die weten dat Ruben alles behalve zuinig is op zijn spullen. Hè? Maar dat maakt niet uit. Ik wou het alleen even gemeld hebben. Zeg pap, wat vind jij van dat constructie wat Ruben gebouwd heeft? Geweldig. Heb je goed gedaan, toch? Ja, dat maakt zo wel goed staan, zeg. Ja, complimentje aan je zoon, of niet? Kijk, dit is de draaierichting. Had ik bedacht. Het is eigenlijk gewoon een koppelstuk. Maar als hier wat vet tussen doen of wat smeermiddel, kan dat gewoon draaien. Dus we gaan hier gewoon twee pijpjes aan vast. Ja, is benieuwd dadelijk, schat. Maar zoals ik net al zei, dit meisje heeft vertrouwen in je. Zij gelooft in mij. Oh. Ik heb geen geloof dat dat ding boven me loshangt. Zal ik maar even gaan vasthouden? Oh, hij zit er vast. Kijk eens aan, hij. Handige Harry. Zo, deze nog goed vastmaken ook. En de staalconstructie is klaar. En dan gaan we even testen. Ik zou zeggen, allemaal aan de kant. Eerste test, want daar gaat hij. Ja. Ik denk, je gaat gaan hangen. Nou, dit is de draaimolen, de zweefmolen. Ik denk dat ik hier gewoon bielzen moet neerleggen voor de versteviging, want hij is een beetje wankel. En dan wou ik hier dus touw aanmaken met stoeltjes. En dan gaan we hangen. Dus daar gaan we nu even over denken. Eerst even bielzen neerleggen en dan stabiel neerzetten. Oh. Wel vieze handjes. Maar daar heb ik wat voor. Iets heel leuks. Ja, iets heel leuks. Ik volg je. Koetlife handzeep. Kijk. Te bestellen. Op koetlife.nl hebben we namelijk een webshop met ja, handzeep, douchegel, maar ook broodtrommeltjes en hoe heet dat, bekertjes. Gewoon even schaamteloos reclame tussen de mensen. Maar ik heb nou wel gewoon handjes. Nou jongens, ik kan je vertellen, hij ruikt heerlijk. Oh ja, ja. Ja, dat ruikt lekker. Kijk je? Ja. Zo schatje, ga eraan hangen. Ja, gaat hij niet redden. Ik ga touwen eraan maken. En dan moeten we eigenlijk stoelen hebben. Dus we moeten even stoelen ergens vandaan regelen. Want ik dacht, als we er twee van die stoeltjes eraan hangen, dan kunnen die kinderen daarop zitten. Maar ja. Die stoelen daar staan. Dan vallen ze af tijdens de rit. Kijk eens hier, schat. Deze, die zijn te groot. En wat dacht je deze? Hier. Die. Ik vind het een mooi maatje, hoor. Kan je het nog eens dichter typen? Ja. Pakken we deze. En heb je een fietsendraai, weet je wel, die fietsenspennertjes? Heb je ze gelijk dicht, kunnen ze niet vallen. Maar voordat we met die touwen gaan beginnen, wil ik eerst twee knietjes erop zetten. En waarom dat? Heel simpel. Nu kan het touw eraf glijden. Maar als een knietje erop zit, glijdt het touwtje niet meer zo makkelijk eraf. Zo, bak mijn touw. En dan komt toch de vrouw in beeld. Ja. Zij gaat even de stoeltjes ophangen, stevig en wel. Ik zou dat touw niet gebruiken. Waarom niet? Dat is namelijk geen klimtouw, daar mag je niks aanhangen. Oké. Okay. Dus dat touw kan niet. Dat is wel een stevig touw, dat is een soort sleeptouw. Of dat witte touw, dat kan 1000 kilo aanhangen. Dat touw heb je niet veel. Dat touw heb ik gebruikt voor het vliegend bed. Wat jullie kunnen zien op mijn kanaal. Ik heb ook van die stijgers. Daar heb ik een vliegend bed gemaakt. De laatste keer die staat daar. Hij is in elkaar geplakt en dan maar aan die finale erin gezakt is. Dat was mooi. Helaas kunnen we dit niet uittesten, anders hadden we samen erin gezeten. Want die stoeltjes zijn te klein. En ik ben ook bang dat die volwassene mensen niet gaan halen. Moet je eigenlijk ook nog een vlag halen hè, om erin te hangen. Mijn vader zit net tegen mij van, joh, het is jammer dat die stoeltjes klein zijn. Anders had hij er graag in gewild. Mijn vader kan me niet tegen draaien. Weet je nog, pa, in Drievliet? Was geen Drievliet. Wat dan? Was in Drievliet waren van die vliegtuigen, gingen we inzitten. Ik weet nog, ze dat gisteren. Jammer dat ze toen niet aan het vloggen waren. Dat had die beelden graag teruggezien. Zat hij achter me in dat vliegtuigje. Toen had je dat die rommel allemaal niet. Ja. En hard dat het ging, joh. En misselijk dat hij werd achter me. En bij de hand dat hij erin zat. Ik ga achter je aan, Nou, hij stapte uit en ging meteen zitten. Ik heb hem de rest van de dag niet meer in Drievliet gezien. Grappen maken. Zegt hij tegen mij, kom, we gaan langs Drievliet. Komen we Drievliet aan, fietsen er langs af. Ik zeg, ja wat? Ja, ik had gezegd dat we langs Drievliet gingen, niet in Drievliet. Ja, dat is jammer. Jammer dat we toen niet gevlogd hadden, hè, pap? Dat had je toen niet. Oh, je moet het ook nooit aan een vrouw vragen. Kijk. Oh. Ja? Oh, oké. Sorry schat. Ja. Dat ik niet in je geloofde. Nee, maar ik heb wel één stoeltje op de korde, dus ik heb nog touw nodig. Dus je mag dat gaan halen. Oh, mooi.
Ja, is dat nog niet klaar? Oh, sorry. Zo, ja. Een applaus voor Melanie. Oh, ik moet ze vasthouden, sorry. Heel netjes. Kom maar. Wil je het zeker, schat? Ja, hoor, ik wel. Eerste testronde. Zal ik even vol gas gaan? En dan gaan de stoeltjes te zeer op en neer, dat gaat niet om. Ja, ook omdat er geen gewicht in zit. Ja. Maar is dat andere stoeltje waar, dan kun je met gewicht werken. Ja. Nou, de stoeltjes zitten vast. Dan gaan we Jane en Jason even pakken. Dat is 1. En dit is 2. Heb je de stangenproeven goed vastgezet? En dan gaan we dat testen. Dit gewicht is gelijk aan het gewicht van de kinderen. Testrun nummer 2. En daar gaan ze dan. En wat zeggen we dan, jongens? Lekker hoor. Dat kan harder. Ja, ik ga hem ook harder laten draaien. Je hoort het niet snel van mij, maar hij is goedgekeurd. Ja? Ja. Is jammer dat ik zelf niet kan zetten. Ik pas allemaal met die in benen enigszins. Zullen we dit even gaan invetten nog met iets? Dat hij iets soepeler loopt. Op zich, hij blijft best lang uitdraaien. Ik zal kijken als ik het heb. En, pap. Wat vind je ervan, pa? Ik weet het niet hoor. Ik wil de hele dag draaien. De hele dag wil je draaien. En rond toch? Ja, rond en rond.